gewoon, man. Hey, jonge dame. Oh jee. Je moet het internet op zien houden. Ja, ja. GoPro of zo? Ja, 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 ja. Zo, ik ben ook al thuis in mijn termen. Frits maar op. Hij heeft tenminste weer een paar dagen weer gegeten. Frits maar op deze zeker. Hè? Dus jongen. Ja, ik heb een te maken. Oké, okay, een wedstrijd in het gras. Ja, het dikke deel zit nog wel aardig op. We'll be right back.
Zo, dames en heren. Vlogje. Weer motorrijden. Samen met Fabienne. Hallo. Say hi. Hi. Ja. Nou, vandaag weer een motorritje. Maar ik denk niet dat het heel leuk kunnen zijn. Nou ja, het weer is een beetje dat. Het is bewolkt. Het dreigt mogelijkerwijs te regenen. Ik had ook nog op de dingen gekeken. Buienradar. Tussen een bepaalde tijd zou het wel niet regenen, maar ja, dat weet je toch nooit. We hebben de gok genomen. Tot nu toe hebben we maar een paar druppeltjes gehad. Bij vertrek hebben we even wat gehad. Zijn we net even naar een oude schoolkameraad van mij geweest. In Zeeland, dorp Zeeland, wat we staan. En hebben we even koffie gedronken. Vandaar het vertrokken. Nu staan we bij de Monrooise Molen. Even pauze. En even om wat te vloggen. Om wat te laten zien. Natuurlijk weer de motor. En samen met de dochter. Dus dat. Nogmaals, het weer is niet heel heet. De temperatuur is aangenaam. Het waait een beetje. Soms merk je dat onderweg. Waarschijnlijk is het ook wel te kijken. We hebben natuurlijk ook de GoPro meegenomen. Dus we gaan op de GoPro natuurlijk ook even kijken wat het uiteindelijke resultaat is. Of dat wind voelbaar of hoorbaar is. Meestal op de timelapse niet. Ik heb ook timelapse weer aangezet. Dus, ben je geniet wel van, zie ik. Maar niet heus. Jawel, ze genieten er niet echt van. Maar het is een beetje warm, dan weer een beetje koud. Natuurlijk, als het warm weer is, dan is het iets lekkerder en iets leuker om te rijden. Ondanks dat het dan warm is in je jas. Maar het is toch altijd wel een beetje lekker de dreiging van mogelijk een beetje regen. Daar moest ik een beetje aan wennen. Een keer het gevoel hebben dat de jas die ze aan heeft, dat hij toch wel redelijk waterdicht is. Alleen ze zal met de broek zal ze natte knieën krijgen. Maar ja, so be it. Nou, ben je even op de motor? Even op de motor zitten? Ja. Ja, die rijdt ook. Kijk op de motor. Ja? Oh, rustig. Het is wel leuk om te zien zo, hoor. Ik hoor nu dat hij een beetje ploft. Dus ik denk dat ik toch een keertje naar moet kijken. Hij trekt ergens een beetje valse lucht blijkbaar. Ik kan het ook een klein beetje horen. Maar nu dat ik er zo naast sta, hoor ik eigenlijk alleen maar meer. Ja, stop maar. Stop maar. Echt. Goed zo. Vrouwen en gasten. Ja, je moet nu even wachten. Je bent nog maar 13. Bijna 14, dus dan moet je nog 4 jaar wachten. Oh ja, dan moeten we eigenlijk samen een foto maken. Voor de. Dat jij er achterop zit. Nou, ik ga even wat proberen.
Nou, lieve mensen, was weer een lekkere dag. Samen met Fabienne, een rondritje gemaakt op de motor. Bij een oude schoolkameraad van mij geweest. Super gezellig. Henk, dankjewel. Het was een tijd geleden dat we elkaar gezien hadden. Ja, hij is vrachtwagenchauffeur, dus ook niet altijd thuis. En goed, ik zal hem met werk, is natuurlijk ook af en toe best druk. Dus ja, daar komen we niet altijd aan toe om elkaar dan te zien en te spreken. Of af en toe via Facebook zie ik wel eens wat voorbij komen die weer ergens in Zweden zit of zo. Maar keileuk om eventjes gesproken te hebben en gezien te hebben. Dus even wat herinnering opgehaald van school natuurlijk. Ja, later het ritje verder afgemaakt met Fabienne bij Van Nooyse Molen. Ook superleuk. Monumentaal is het tegenwoordig, dus helemaal mooi. Dan zou ik voor deze dag zeggen, ik hoop dat jullie genoten hebben. Blauw duimpje omhoog, eventjes abonneren op dit kanaal. Dan komen er nog veel meer van dit soort filmpjes. Motorrijden is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. En liefst zou ik natuurlijk ook eens een keer wat groter willen doen. Een grotere rit, een langere rit. En dan hoop ik dat ik de drone een keer mee kan nemen, dat ik dan ook wat droneshots kan maken. Goed, dan moet ik even kijken. We moeten eerst een beetje verder leren, want je hebt gezien ongetwijfeld van mijn drone capriolen. Ik moet neer van wennen, dus, maar het komt goed. Alles is te leren, dus dat komt ook vast wel goed. Nou, ik zou in ieder geval zeggen voor deze nogmaals, bedankt voor het kijken naar deze motorvlog. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Samen met Fabienne natuurlijk, dus gaat helemaal leuk worden dan. En er staan nog wat andere dingen die ik ga doen, dus dat komt hartstikke mooi uit. Gaat weer leuk worden, gaat weer gezellig worden. Ik zou zeggen, nogmaals, tot de volgende keer. Ik zeg, tjoe!